Yo, Nintendo fans! Welkom bij aflevering 5 in Nexomon. In de vorige aflevering hebben we een wilde Nexomon verslagen die door deze stad, door deze spookstad die gebouwd is op een begraafplaats. Super handig. In ieder geval, de eerste hebben we verslagen en moeten nu nog 2 andere verslaan. Dus waar zijn die? Ja, daar rent er een. Ga uit de weg dan. Ik kan er toch niet lang zo? Jongen. Kan ik via deze kant? Even kijken, hier de brug over en dan erboven. Ja, oké. Joh, als ik er gewoon langs kon, dan had ik hem al lang gepakt. Dit monster zegt, ik ga je een geheimpje vertellen. Je kan anderen voor de gek houden, maar niet mij. Ik zie je. Ik kan door je heen kijken. Wat? Sinds wanneer kun jij praten? Deze kunnen we dus allemaal niet vangen. Jeetje, 115. HP. Oké, kom op, Loom. Kom op. Oh, Loom kan niks meer doen. Dan nu. Ribbon Boo. Fire Claw. Oh, hij is best wel sterk, man. Dat vind ik niet tof. Vind ik helemaal niet tof. Even een potion. Pak deze mummy. Karkaros. Lekker. Terwijl Loom en Ribombo allebei een leveltje omhoog gaan. Ja, ik kan Griff hier niet gebruiken. Dat is jammer. Ik geef Griff gewoon even het amulet dat hij ook XP krijgt. Ik bedoel, hij is wel supergoed. Dus we moeten hem wel blijven trainen. Oh, kijk. Hier staat de derde. Die staat bij de winkel. Let's do this. Nummertje 3. Gelukkig hebben we dus gewoon vuur-Nexomon, hè. Die zijn super effective tegen die spook-Nexomon. En dat helpt behoorlijk, moet ik zeggen. Want deze gasten hebben echt superveel HP, merk ik de hele tijd. Maar ja, kijk, mijn Ribombo, die maakt hem gewoon helemaal kapot, joh. Oh, maar alleen nu missen we een aanval. Ik moet ook niet te stoer doen, hè. Oh, wat? Wat? Wat is er? Kan ik hem... Nee! Die bombo is kapot. Hij had me nervous gemaakt, waardoor ik blijkbaar niet meer aan kon vallen. Wat naar. Nou ja, hij is in ieder geval gewoon kapot. Dus dat is het belangrijkste. Kijk, we krijgen gelijk 2 gratis Nexotraps van deze guy. Dat is wel aardig. En nu we het toch over Nexotraps hebben. In de vorige aflevering heb ik er 10 weggegeven aan iemand. Die zei dat hij mij een XP booster ging geven. Maar die heb ik volgens mij niet eens gekregen. Ja, dus ik koop maar weer 10 nieuwe Nexotraps. Ik ben nu broke as F. Ik heb geen monies meer. Oké, we gaan terug naar Eliza. Want dit moesten we doen voor haar. We moesten deze 3 Nexomon voor haar verslaan. And so we did. Welkom terug, goed gedaan. Hey. En kan je me nu over die artifact gaan vertellen? Want dat is waarvoor ik hier naartoe ben gekomen naar deze stad. Ik wil leren over de artifact die ik van mijn mentor heb gekregen. Maar wat is er gaande? Mijn Nexomon zijn geheeld. En Eliza die zegt, Rick, luister eens even. Iemand komt je weer kidnappen. Nu? Op dit moment? Door het raam? Serieus? Laat mij nou eens een keer met rust, joh. Koken die zegt, ja, we kunnen ook gewoon weggaan. En Eliza die zegt, nee. Laat ze komen. Oké, oh, jullie komen met z'n 3 nu. Kom dan. 1 tegen 3? Ja, Coco gaat me helpen, jongen. Die gasten zeggen, is dit de target? Is dit het doel van de baas? En die andere guy zegt, ja, ik herinner hem nog van het weeshuis. Hij is niet sterk genoeg om jou te verslaan. En Coco die zegt van, heb je hun hier uitgenodigd? Heb jij dit gedaan? Terwijl Eliza zegt, ah joh. Je kan ze wel aan. Maak je niet druk. Oké. Let's go. We gaan battelen. Tegen een Dracoly. Die vind ik wel vet, zeg. Jeetje, man. Wat hebben ze toch toffe designs, die Nexomon. Eerlijk is eerlijk. Het ziet er wel echt cool uit, man. Die zou ik wel willen hebben, die Dracoly. Dikke Dracula Nexomon. Heel cool. Hij is alleen volgens mij niet zo heel sterk. Of mijn Ribombo is gewoon kapot sterk geworden. Dat kan natuurlijk ook. Ribombo is de bom. Ribombo sloopt alles. Ribombo sloopt ook Rifa. En als derde een Grimmon. Oh, oké, ik mis Grimmon. Oh, hij gaat wisselen. Naar Masquat. Zonder hoofd. Hij draagt zijn hoofd bij zich. Oh, oké, een critical hit op mijn bakkes. Oh, nee. Oh, daar gaat Ribombo. Oh, kak. Oké, Loom. Jij bent de volgende. Pak ze. Wat opeens al die critical hits, man. Pak hem. Lekker. Oké, flame er bovenop. Ik wil eigenlijk gewoon even Ribombo reviven. Zo, hoppakee. Kijk, hij mist mij. Dat is lekker. Kijk, nou hoop ik natuurlijk dat Ribombo ook XP krijgt. Als ik 1 aanvalletje overleef. Ja, nice. Dan kan ik ook deze Grimmon kapot maken. Hoppakee, daar kom je, jongen. Wow. Check deze level 14 Impurion. Oké, die is insane. Ik denk dat hij een probleem gaat zijn. Oh, man. Mijn Noki, die kan nog amper aanvallen, joh. Oké, Ribombo, you're next, man. You're next. Jij moet het gaan doen. Double slash erbovenop. Let's go. 15 AP. Dan moet ik hem even een eater geven, want mijn stamina is op. Ik vind deze wel vet, jongen. Die Impurion. Zou het kunnen dat mijn Loom gaat evolueren naar deze Impurion? Dat zou echt psych zijn. Dat zou vet zijn. Maar ja, Ribombo is ook wel insane.
Die maakt ze allemaal kapot. Lumen gaat nu naar level 14. En Griff gaat naar level 12. Eindelijk gaat hij ook weer een level omhoog. Noki gaat ook naar level 12. En die leert Frostbite. Eindelijk een goede aanval voor Noki. Hoppakee. Op je bakkes, jongen. Wat dacht je nou? Jij dacht echt dat je mij ging verslaan. Ik heb vuur Nexomon in mijn team, jongen. Die maken jou helemaal kapot. En Elisa zegt, ah, ik zei het toch. Hij is boos, jongen. Deze guy is boos. Die zegt, wat heb je gedaan, Hex? En ze zegt, nou, ik heb gewoon Rikachu een klein beetje getraind. Oh, zij heeft gewoon die Nexomon de stad ingegooid, zodat wij konden trainen. Wat? Oké, Elisa. Ik vind Elisa best wel cool. Koku zegt, waarom doe je dat? En Elisa zegt, nou, omdat je nu een stuk sterker bent. En die guy die zegt, nou, dit is nog niet over. Ik zal niet falen voor mijn baas. Ik kom terug. Ik zweer het. Nou, kom dan. Geen probleem. Als je met al deze spook-Pokémon komt, ik maak je kapot met mijn vuur Nexomon. Geen probleem. Nou, Elisa. Bedankt, denk ik. En ze zegt, laat dat artefact eens zien van jou. Oh my goodie. Ik had nooit verwacht dat ik dit artefact zou zien met mijn eigen ogen. Dames en heren, dit is de Tyrant van het licht zelf? Wat? Het is geen relic. Het is een ei. Wat? Hebben we gewoon een ei meegenomen? Wat vet! Holy moly! Dus hier komt gewoon een tyrant uit? De tyrant van het licht is een mythe. Maar nu ga jij het werkelijkheid maken. Je hebt Atlanta gevonden, toch? Ja, dat was die chick in die ijsgrot. Die had haar eigen tyrant, Nivalis. En Nivalis die kwam dus ook uit een ei. Oké. Wow, we krijgen onze eigen tyrant. Dit is zo cool. Maar hoe laten we dit ei uitkomen? Dat is de grote vraag. De eerste stap is om hem te voeden met elemental kracht. En daarvoor moeten we naar een bijzondere shrine. Er zijn heel veel shrines in de wereld. En er is er één in de stad Ignithia. Ze zeggen wel alleen, ja, de guild die zal het wel erg haten als jij je eigen tyrant gaat opvoeden. We moeten dus nu naar Ignithia toe. Nou, dan moeten we alleen even uitzoeken waar Ignithia is. Oh! Oh, daar is zij weer. Dina en Coco die vragen, hey, weet jij hoe je een tyrant ei uit moet laten komen? Lekker bij de hand te vragen, Coco. Had nou gewoon even niks gezegd, joh. Dina zegt, oh, wat? Dat moet je niet doen. Dat is gewoon een criminele daad als je dat doet. En Coco zegt, nou, we kunnen toch gewoon een tyrant gebruiken? We kunnen die tyrant dan gebruiken om de andere tyrants te verslaan. En Dina die zegt, ja, dat is wat Atlanta ook dacht. Oh, nee. We moeten een elemental shrine vinden. Oh, ze gaat ons helpen? We mogen het alleen aan niemand vertellen dat ze ons helpt. Oké. Ignithia is een vulkaanstad onder de grond. En de ingang is in het midden van een woestijn. En we moeten naar het oosten. Gewoon continu naar het oosten. Holy moly. We gaan dit doen. Onze eigen tyrant. We hebben gewoon een tyrant ei gekregen van onze mentor. Vergeet trouwens niet dat duimpje omhoog te doen. Nou, als je lekker deze video zit te kijken en je vindt het een leuke video. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even. Daar help je mij super erg mee. Dus dat zou ik hartstikke leuk vinden. En dan sloop ik nog even deze Vyrox. Vyrox. Zou die graag viral willen gaan? Ik wil ook een keer viral gaan. Ik wil ook een keer op de trending page van YouTube. Dat is nog nooit gelukt. Oké, dus we moeten naar het oosten. En ik denk dat we nu wel hier naartoe kunnen. Net konden we hier volgens mij nog niet naartoe. Maar eerst gaan we vechten tegen deze trainster. En wat heb jij dan voor sicke Nexomon? Wow, Malevodo. Malevodo. En ik mis hem ook gewoon gelijk. Lekker dan. Level 13 Malevodo. Ja, ondertussen maakt mijn Ribombo echt alles kapot, jongen. Het is niet normaal. Of mij die bombo wordt kapot gemaakt opeens. Opeens ben ik dan niet meer sneller. Ik weet niet waardoor dat komt. Dan denk ik, oh, ik kan nog wel één aanval doen, want ik ben toch sneller. Maar dat lukt dan niet, want dan ben ik opeens niet meer sneller. En hier hebben we die Licky Tongue wannabe. Yom nom 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 nom. Waarom is die sneller, joh? Wat? Even gewoon een critical hit op mijn Loom en mijn Loom is kapot. Oké, Griff. Nu mag jij weer een keertje aanvallen. Let's go. Lekker gedaan. Yo, deze chick maakt even mijn halve team kapot. Oké, laten we even kijken of we die woestijn kunnen gaan vinden dan. En die Ribombo gaat, terwijl we daar naartoe zijn, nu naar level 16. Oh, en dat is de eerste evolutie, jongens. Ribombo, daar gaat hij. Ja hoor. Ik ben benieuwd. Wow. Zieke kikker Bombergraf. Wat vet. Oh, dit vind ik wel cool. Dus op de vraag, evolueren Nexomon? Ja, zeker. Hey, wacht even. Deze guy, jij moet mij nog een XP booster geven, jongen. Hij heeft zijn eigen Nexomon gevonden. En hij wil battelen. En Coco zegt, let's destroy him. Wow. Jij hebt een Ho-Hopie. Oké, die is grappig. Die is wel geinig. Maar ik heb nu een Bombergraf.
Helemaal gek. Volgens mij is mijn Bomber Grof echt OP. Oh, was dat het? Had je alleen deze Nexomon? Ah, goed gedaan, vriend. Maar ik wil nog steeds dat item, P. Krijgen we het nu wel? Hij haat nu Nexomon, omdat hij verloren heeft. Maar heb ik dus nu wel die XP booster? Ja, kijk, nu heb ik die XP booster. En nu krijgt iedereen 3% meer XP. Dus dat is wel lekker. Nou, dit Spooky mevrouwtje wil een heel team van Spook Nexomon. En die wil eigenlijk Nexotraps ruilen. Maar ik heb geen 4 Ghost Nexotraps, sorry. Wow, oké dan. Ik ben nu, ik weet niet, bij een of andere gigantische schedel. Oh, en jij wil battelen natuurlijk? Ik was net aan het genieten van het mooie uitzicht. Krijgen we dit weer? Nou, dan gaan we toch lekker battelen, joh. Mag jij tegen mijn Lume? Hatsenflatsie. Oeh, mijn Lume heeft nog 1 HP over. Ja, ik gebruik continu mijn vuur Nexomon, omdat die gewoon goed zijn tegen Spook en Psychic Nexomon. Dus ja, dan gaat het gewoon lekker hard. Hoppakee, Afraid bijna kapot. Wel grappig naampje ook weer, Afraid. Wat is hier allemaal gaande, joh? Kijk deze gigantische schedel. Wat zit hierin? Een Dreadful Companion. En daar is hij. Maar volgens mij is dit alleen maar voor de leuk. Volgens mij maakt het echt niet uit wie er achter me aan loopt of zo. Kan jij me vertellen wat hier gaande is, mevrouw? Dit was Chroma. Oh, dit was ook een Tyrant. Grandmaster Dina heeft deze verslagen. Wow. Dina is wel echt een goede tamer, volgens mij. Als je zo'n beest kan verslaan, dat is wel sick. Oh, voor de rest kan ik hier trouwens niks meer doen. Behalve hier een item uit een schedel halen. Een perzik. Heb je ook wel eens een perzik in een schedel? Oké, dan gaan we weer terug waar we net waren. Dat is deze plek. Ik heb een immunity core. En daarmee heb je 5% minder kans om gepoisoned te worden, bijvoorbeeld. We blijven wel echt super lang in dit spookbos trouwens hangen. Ik moet nu tegen duct tape. Ik bedoel duct tar. Oh, en ik mis. Oké, lekker. Nice. Come on, come on. Maak die duct tar kapot. En maak die minute ook gelijk even kapot. Oeh, die doet mij wel echt behoorlijk pijn trouwens. Ik hoop dat ik sneller ben met mijn fireclaw. Ja, ik heb hem kapot. En dan moet ik nu even iemand anders laten battelen. Oké. Dat deed pijn. Dat vind ik niet zo leuk. Lekker bezig, Griff. Oh, nee! Oké, Mara, jij dan. Lang geleden dat ik Mara heb gebruikt voor mijn gevoel. Maar Mara, die fixt het wel even. En Bomber Grof gaat een level omhoog. Maar ook Tessling. Ja, die is pas level 10. Maar ik vind Tessling zo leuk. Ik wil Tessling eigenlijk niet wegdoen, omdat ik die gewoon cool vind. Ah, gelukkig. Hier kon ik weer even healen. Wat is dit voor huisje? Een huisje met items. Oh ja, dit is een soort van het Pokécenter. Alleen hier kan je dan niet healen, maar hier kan ik wel bijvoorbeeld andere Nexomon in mijn team doen. Maar dat hoeft niet. Kan ik hier nog verder? Nee, ik kan hier niet verder. Juist ja. Kan ik hier niet vanaf springen of zo? Nee, ik kan hier niet af. Oké, maar ik moest naar het oosten. Waar moet ik dan nu naartoe? Kan ik hier naar beneden of zo? Oh ja, kijk, ik kan hier naar beneden. Ik heb trouwens dan echt geen idee hoe ik bij die kist kom. Misschien krijg ik een item, zodat ik straks hierop kan klimmen of zo. We zijn eindelijk uit het spookbos, hoor jongens. Coco zegt, nou, dit moet het pad naar de woestijn zijn. En dan is Ignisha, als het goed is, dichtbij. We moeten de Elemental Shrine vinden. En dan kunnen we misschien ons ei uit laten komen. Wat zijn hier voor Nexomon? Een Seedco. Gotta catch em all. Nexomon. Hoppakee, die is ook weer binnen. Gaan we niet gebruiken, want het is niet heel vet. En we hebben Mara al. Oké, wat nog meer? Hey Ruby, tijdje geleden dat ik jou heb gezien, man. Hey, en Noki gaat weer een level omhoog. Moet de Nokia ook wat meer gaan gebruiken? Als die net zo goed is als een oldschool Nokia, hey, dan kan die niet kapot, jongen. Ja hoor, ja. We zijn in de woestijn. Ik ben benieuwd of we bijna ons ei uit kunnen laten komen. Ja, dat gaan we misschien wel zien in de volgende aflevering. Ik heb geen idee, want ik heb deze game ook nog nooit gespeeld. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En volg me even op TikTok, @RickTalksYou. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!